alle pech heb ik vandaag toch weer. Dag het niet. Ik heb een Porsche 911 Cabrio. Maar ik niet. Ik heb een ende. En die moet ik weer keuren. En reparaties uitvoeren eventueel. Dus mijn dag begint goed. Dit is altijd een droom geweest van me. Toen nog mijn jongetje was. 911. Maar is dit een Cabrio? Een 3,5 geloof ik. Luchtgekoeld. Maar daar gaat het natuurlijk om. Je moet een luchtgekoelde Porsche hebben. Die zijn meer waard als een watergekoelde. Deze komt precies uit de goede bouwjaren. Maar deze is wat meer waard blijven. Een Porsche 911. Ja. Mijn droom was als een 911 met een turbo. Met een grote vleugel. Maar dan ga je erin rijden. Het geluid van de motor is natuurlijk fenomenaal. Dat is brullen van een zescilinder. Ja, dit is heel mooi. Dit is een heerlijk gevoel. Jeetje, ik had ze nog het hoofdpijn, maar dat is in één keer weg. Ja, en tegenwoordig hebben we allemaal nieuwe Porsches allemaal. Dat is allemaal leuk, maar toch blijft dit het mooiste model, dit model. 1990. Daar hoef ik niet zo ver te rijden. En dat je zegt, super snel is het ook niet. Dat hoeft ook niet. Je moet genieten van zo'n auto. Maar een klein rondje altijd en is het lekker warm. En dan zet ik hem even lekker neer. Dan ga ik even lekker filmen. Dat vinden jullie leuk. Ja, het is een plaatje dit. Het is natuurlijk 29 jaar oud al, hè? 29 jaar. Nou, gaan we eens even kijken hoor. Oh ja, waarom? Wat hier staat. Het zijn de mislampen hoor, die branden. Kijk eens. Dan wil je natuurlijk zeker ook nog in de motorkap kijken. Onder de motorkap. Kofferdeksel is dat, hè? Dat is de koffer tegenwoordig. Nou, tegenwoordig was toen al. Zoiets als je nu maar. Die glazen. Hier is de achterkant. We hebben de luchtgekoelde. Geen turbo, maar toch snel. Lekker wakker worden.